Ja, wij zijn een manege aan het bouwen en nou, de eerste schop die hebben we al gehad. De fundering is namelijk al bijna gereed. Maar dit was wel het moment om het bouwbord te onthullen, wat jullie hebben kunnen zien. En ik vond het leuk om daar even een feestelijk tintje aan te geven. Nou, het is heel mooi op een mooie manier onthuld. Wat is het verhaal hierachter precies? Albert Kist is een ruiter die al 43 jaar bij ons rijdt. Dus die is hier als jong jongetje gekomen. En die is nu de 50 gepasseerd en die komt nog steeds alle weken bij ons rijden. Dat houdt zijn lijf soepel, want die jongen heeft een spasme. Dat is ook wat we doen. Wij bieden paardrijden voor mensen met een beperking. En we kijken vooral naar wat mensen wel kunnen. En ja, we wilden heel graag iemand uit de doelgroep betrekken bij zo'n moment. Want het gaat om een manege voor die doelgroep, niet voor mij. Kan deze nieuwe manege, helpt deze ook dan om nog meer mensen te kunnen behandelen of helpen? Nou ja, wij hadden hierachter een tent staan en een buitenbak. En dan ben je altijd afhankelijk van het weer en van allerlei omstandigheden waar je geen invloed op hebt. En als we straks onze eigen hal hebben, dan kunnen we weer zo onafhankelijk altijd onze planning uitvoeren. Dus dat betekent dat we daar geen uitval hebben. En we krijgen een grotere binnenbak dan standaard. Dat betekent dat we eventueel met een gesplitste bak kunnen werken. Dus met meer mensen. Ja, dus we kunnen meer mensen helpen. En jullie kunnen meer doen wat jullie zelf op dat moment behoefte aan hebben? Nou, de behoefte komt vooral bij de mensen uit Almelo en omgeving die een beperking hebben. En die graag iets met een paard willen doen. En ja, hoe meer mensen we daarmee kunnen helpen, ja, hoe meer mensen je ermee blij maakt. Heeft de gemeente nou nog gesubsidieerd voor dit of? Nee, maar we zijn in goed gesprek en we gaan ervan uit dat we daar als verantwoorde partijen uitkomen. Dat zou hartstikke mooi zijn. Gefeliciteerd. Dankjewel.